Hallo kijkers van IMT, ik ben Mark en ik ben nu vandaag weer met Empire of the Undercoat. De vorige aflevering hebben we dus de tweede level geprobeerd, want we zijn er niet echt goed mee geëindigd. Dus ik ga deze keer weer het eerste level proberen, dit keer wel op easy. En hopen dat het dan dit keer goed komt. Even zien. Oké. This young queen has successfully raised her first daughters beneath the leaf litter of the rainforest floor. The new nutritious fungus she fed them as larvae is now dwindling. If they don't find food quickly, they will all starve. The juicy grubs nearby are a staple meal for many underground opportunists. But for now at least, they will go ignored. This budding Atacephalotus leafcutter colony has only one viable source of food, and it must be collected above ground. Okay. Gaf dat maar eerst even uit, ja. Zodat we daar dan eventjes wat van die. Hoe heet dat? Deze. Dan zetten we hier gewoon de reviewstapel in. A small scouting party of minor workers could lead any number of deadly jungle creatures back to their undefended queen. They will need time and luck on their side. The workers have located a patch of young seedlings, just what they were looking for. The leaves are soft enough to be sliced up with ease and carried back to the nest. Oké, die pakken de blaadjes mooi. Dan moeten ze dan ook nog even wat workends ergens regelen. The harvested leaf chunks are not eaten directly. Instead, they are used by the very smallest minim workers to cultivate a nutritious fungus. Oké, ga nu dit maar even uitgraven, zodat we dan even wat van die workers kunnen krijgen. Zo. The ants' activities outside the nest have not gone unnoticed. They are being watched. Zo, dan kunnen hun weer gewoon blaadjes pakken en dan gaat deze gewoon een beetje helpen hier binnen. Daar heb je zo'n insect, ja, dat klopt. Oké, ze komen weer terug met blaadjes. Dat is precies wat ik nodig heb, natuurlijk. En dan maken we nu nog gewoon een worker erbij. A brightly patterned jumping spider, Cecasviri D. purpureus, has subdued one of the workers. This expert solo hunter combines extreme agility with incredible forward vision, allowing it to pounce on unsuspecting prey with pinpoint accuracy. Aha. Nou, gaan we gewoon naar deze blaadjes toe, dus wat dichterbij. Dan kunnen wij ondertussen weer een nieuw meetje erbij maken. Nou, we gaan ook natuurlijk wel een beetje uit moeten breiden.
hieronder. Dus dat gaat betekenen dat we ook nog een aantal vijanden moeten gaan kapot zien te krijgen. Oh, dan strooien we bijna weer wat. Ach nee, ik moet gewoon terug hier naartoe. The most accessible leaves are located to the north of the nest entrance. However, another Atta colony has already laid claim to them. The close proximity of these nests places the two colonies in direct competition with one another. Time will tell which has the potential to grow into a great empire, and which will submit to the unforgiving law of the undergrowth. Ja, maar we zijn in ieder geval wel gelijk een stukje bezig met blaadjes verzamelen. Dus we moeten eigenlijk wel heel wat workers hebben dat we dan gewoon nog die planten verzamelen. Misschien daar ook nog maar eens even ruimte maken voor die de Leaf Gathering torch. Dat gaat in ieder geval wel helpen met de snelheid hoe snel ze worden verzameld. Kan ik beter deze gewoon even weghalen? Nou, top. En dan kunnen we hier natuurlijk ook gewoon wat mieren laten gaan of iets dergelijks. Ik weet niet hoe ik dat wil gaan zeggen. Zodra we dit ook hebben, dan gaan we ook even wat meer sparen voor de media end. Of de major. Dat kan natuurlijk ook. Dus ik zeg dat jullie ook gelijk mee naar buiten mogen. Gewoon even heel wat blaadjes verzamelen. Ik vind het best wel grappig dat ze gewoon op die blaadjes gaan lopen en alles. As the sun sets below the horizon and the thick rainforest canopy shrouds all but the slightest glimmer of moonlight, the predators of the night begin to emerge. Och ja, dat heb je dan natuurlijk ook weer. Oké, ga nu maar even heel wat sparen. Gaan we gewoon deze hele balk gewoon groen laten maken. Dat zal in principe mogelijk moeten zijn. Oh, dat gaat dan best wel snel.
Oké, dan gaan ze weer met de blaadjes. Zou ik gewoon voor de major ends gaan, gewoon gelijk? Waarom niet? Dat zal in ieder geval wel het beste zijn. Oké, dan zeg ik dat deze even weer gaan graven en alles. Want dit gaan we ook nog even gebruiken als die meest ding. Die gaat ons gelijk helpen met die blaadjes. The leafcutters have raised their first major ant. Its swollen head is filled with muscle to power its crushing jaws. Few stand against it in combat and escape unscathed. This champion warrior will make a fine addition to the colony. We moeten ook ergens een ruimte hebben voor die de medium ants. Misschien hier of iets dergelijks. Oké, dan kunnen we nog een major ant even regelen. Time. Grote major end. Oh ja, daar heb je 80 food voor nodig. Boom. Ik zie wel dat we ze beginnen in te halen. Want er zat eerst een verschil tussen ongeveer 200, 300 en nu zit er nog ongeveer een verschil met 100. Dus dat is positief. Ik ga nu deze ook eventjes naar buiten laten. Misschien moet het toch even aan de andere kant hier naartoe of zo. Want hier zijn nu meer veel blaadjes om te vinden. Kunnen we beter aan de andere kant ook even gaan beginnen met de harvest. Wat dan een mier? Een hele rare mier. Zo. Dan ga ik er nog één van die major ants even bijzetten en dan wil ik dit ruimtetje even gaan focussen. Ja, we hebben ze al, ja, net wel, net niet ingehaald. We hadden ze net even voor een klein stukje ingehaald. Maar toen hadden ze zelf weer ons weer gehaald. Gaat dus beter dan de vorige keer dat we deze level deden. Oh shit, nee. We moeten gewoon terug. Zo. De laatste die ik daar even neer ga zetten op een moment. Nu ga ik ook even die mini-mans gebruiken. Wat ik eerst ga doen is dus gewoon 420 eten sparen. Zodat we in ieder geval genoeg hebben.
ga dit stukje ook maar even uit. Dus extra gang. En ga nu maar even weer buiten helpen. Alle plaatjes kunnen we gewoon goed gebruiken. We hebben ze nu ingehaald, at the moment. Hou maar hier even een beetje heen. Daybreak has arrived, and the creatures of the night scurry back to the dark crevices of the undergrowth. For the ants, however, the objectives of the day remain unchanged. Locate vegetation, defend supply lines, and process leaves. There is no time for rest. We moeten waarschijnlijk binnenkort even dit stukje gaan harvesten. Hier is ook nog wel wat, maar niet veel. Ik ga eerst maar dit beest even kapot krijgen. Kom hier. The ants must defend themselves. Ja, hier. Hoppakee. Nou, ga nu dit stukje maar even harvesten. Oké, eerst even die speer kapot zien draaien weer. Nou, die zijn best wel easy om kapot te krijgen, zo te merken. Hoppakee, meer murkers. Ja, we zijn nu echt aan de winnende hand. Dat is mooi. Heel erg mooi zelfs. Moeten we dat een beetje zo laten houden? Ik ga deze ruimte ook even gebruiken voor meer workers. Die gaan we echt wel nodig hebben. Om alles snel te verzamelen. Dan kunnen we al sowieso 10 kwijt. Hoppakee. 3 traan. Oké. Okay.
Oké, ik moet jullie even terughalen. En nu moet ik even hier neerzetten, want we gaan even deze vijand even kapot zien te krijgen. Oké, ga er maar weg naartoe. Zodat we hier zodat ook meer These rogue workers beetle larvae are kunnen distant gebruiken. relatives of the European devil's coach horse. Despite a few million years of separation, they share the same carnivorous appetite, razor-sharp pincers, and most importantly, a fearsome final form. Nou, gaan we dit hele gebied ook nu even uitbreiden. Zo, dat zal wel genoeg workers ruimte zijn. Ja, we beginnen een beetje een probleem te krijgen met de blaadjes. Dus moeten we deze kant maar een beetje weer opgaan en dan moeten we richting het westen maar gaan. Pak eens deze plant nog even. Ze doen een behoorlijk wat blaadjes aan. Hier niet echt meer. We lopen nu 400 voor. Positief. Heel positief. Ik zeg dat jullie gewoon deze kant op gaan. Hier zijn nog heel wat blaadjes te verkrijgen. Dus dan ben je gek als je het niet doet. Dat gaat dus betekenen dat jullie ook hier ergens een enemy moeten confronteren hier. Oké. Hier hebben ze nog een plant gevonden. Dat is wel mooi, dat op de weg daar naartoe, dat ze gewoon de planten die ze tegenkomen ook gewoon gelijk meenemen. Zo van, oh ja, dat is ook handig. Hoppakee, dat moeten wel genoeg orks zijn. Zo, dan ga ik even uitbreiden. Oké, we lopen nu gewoon 1000 plaatjes voor. Misschien dat ik een volgende aflevering dat ook kan herhalen. Zodra we aan de 5000 zitten, dan is voor deze aflevering sowieso wel genoeg.
Gewoon een beetje een goal. Oké, hoe kijkt die even? Ja, dank je. Dan gaan we nu zo langs die major ends weer even uitbreiden. Daarom de medium. Night falls, and under the cloak of darkness, velvet worms, bush crickets, and harvestmen emerge from their hiding places. Any ant straying from the relative safety of the trail will likely meet with an unfortunate end. Nou, maar goed, dat, dat we nog van die major ants daar hebben. An ant has fallen prey to a wandering harvestman. Its long, slender legs keep its vulnerable body elevated high above the leaf litter. And when threatened, it can release strong-smelling odors to deter other predators. A stern response will be needed to drive this striding nuisance away. One of the ants has fallen prey to a young, leaf-mimic praying mantis. Once in range, its long, razor-clad forelegs can ensnare and impale victims with lightning speed. Mooi, die is dood. Nu jij nog. We zitten al aan de 4000. Dat is echt heel positief. Dat betekent dat we echt wel op een goede weg zitten. Oké. Ga langzaam maar zeker deze kant op. Misschien eerst hier. Hier zijn ook nog heel wat blaadjes. Daar kan ik er niet zoveel van zien, omdat er allemaal planten ervoor zitten. Nee, maar dat gaat best wel goed, vind ik. Kan altijd terug, dat bedoel ik dan, hè? Zoals de vorige keer dat we dit deden. Ik denk dat we zolang maar zijn confrontatie moeten nemen met die andere mieren hier. Zo. The ants will fight to the death. Alle blaadjes die je ziet. Is het ook een plant die ze kunnen beginnen? These leaves are contested. The leafcutters will generally not attack unless provoked. But tonight there is too much at stake. Only a strong show of force will deter the opposing colony. Oh, hier is ook nog eens een goede plant. Zo, dan zetten we er gewoon weer even 3 bij. En dan kunnen we hier nog mooi 3. Dan zitten we waarschijnlijk alweer aan het goal van 5000. Dan zijn we er natuurlijk nog niet, maar... we zijn al wel heel dicht in de buurt. Leaf
Leafcutters aren't the only ants nearby. Whilst the two Atta colonies joust for territory, Odontomachus bowri trap jaws roam the clearing. They can be found hunting alone or in small packs for vulnerable invertebrates to take back to their nest. They use snapping jaws to bludgeon their targets, exerting 300 times their body weight in a single blow. Cool. Ja, dan moeten we binnenkort maar eens aan doorgaan. The opposing leafcutters have retreated from one of their harvesting sites. They may have been easily startled this time, but they'll soon be back, and in greater numbers. Oké, hier zijn ook nog wat planten. Oh, hallo. Zit er helemaal bovenop. Oké, de laatste plaats voor de majors. En we zitten al aan het goal die ik eigenlijk deze aflevering wil halen. Dus ik ga nu deze aflevering afsluiten. De volgende aflevering ga ik dus verder met dit level. Dus ik hoop dat je het leuk vond. Geef een like aan mijn kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later.